Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet serie met Sander. Shiny Cage Lock, yeah. Dit is echt waar, ik heb het geteld. Ja, ik heb het ook nog nageteld voor hem. Niet. Wel. Ik heb het nog nageteld voor jou. Echt? Ja, zo liefie ben ik wel. Dat heb je mij niet verteld. Nee. Ik dacht, ga eventjes testen of jij het in je eentje kan. Dan hoef ik je ook niet te corrigeren. En jij wist dat... Jij weet wat er staat nu. Ja. Dan. Nou, vertel maar. Dat werkt niet zo, hè. Ik heb blind vertrouwen in jou. Nee, maar je mag het best vertellen. Nee. Ik dacht dat... Oeh, dat is jammer. We deden zonder vertellen. Nou, maar nu mag... Met... Hoeveel was het? Weet je, dan hoef je niet alles te vertellen. Ik vond het erg veel. Ik verbaasde me er een beetje over. Nou, wat doe jij nou voor ons? Ja, we moeten snel naar die mountain toe. Maar dat is ook nog een heel en lopen, volgens mij. Nee, dat valt wel mee. Ah, mannetje. Een manneke. Shiny? Nee. Hearthstone. Misschien schijnt hij wel. Oké. Ah. Oh, dat is hier al. Oh ja, dat is inderdaad niet zo heel ver. Nummel. Ja, oké. We gaan eventjes... Gunnen met water. Cool. Maar vond je het ook lief dan, het intro momentje, of zeg van... Ja, ik had niet verwacht dat je zo lief tegen mij zou zijn. Oké. dit is wel grappig. Yo, zijn die mensen aan het vechten trouwens? Niet doen, please. Ik zeg toch ook niet tegen jullie? Oh, wacht. Nee, ik wil niet in gevecht. En wat doe je dan? Ah, nee, doe ik ook niet hoor. Moet ik de low levels voor opzetten, maar ik ben bang om ze te verliezen en dat wil ik nog minder dat graag dan overleveling. Oh, we moeten ook nog al die mensjes bij de gym verslaan in deze. Ja, ik hoop dat we daar heel veel kunnen voorbij kunnen lopen. Nee, dat kan toch niet in deze game? In deze game moet je ze toch allemaal bevechten, want het is een andere puzzel. Dan normaal. Normaal was het met die luikjes. Ja. Maar dat is niet meer. Machtige hyena. Kijk, dit is lastig. Ja, dan moet ik toch weer Aphrodite. Misschien voor een koffing. Die kan hem wel sowieso tanken. Een explosion. Oké. Ik heb niet gehield. Niet dat het uitmaakt, want ik ben maar 15 HP verloren. Maar... Slim van jou, Heng, om niet te healen. Bone Rush? Ja, hij heeft wel levitate. Niet smoking the screening. Screening is Engels 1 woord trouwens. Nee, wow. Niet nog meer smoke.
zucht. Mag ik zuchten? Ja. Zucht. Ik had het eigenlijk al gedaan voordat je het zei. Ja, what the fuck. Hoe durf je? Hoe durf je te maar varen? Dat is compensatie met het intro momentje, hè? Toen heb ik heel lief gedaan, dat vind ik ook. Nu moet je ook wat kunnen tanken. Oh! Sancho Bingo! Ket, maar ik vond het best onduidelijk. Ging die nou dood? Yeah. Dave Sokker momentje. Niet avoiding the attack! Grote bitch. Wow. Hoe is deze guy op level 34? Echt hè? Dat vind ik dan oneerlijk. Dan vind ik dat de level cap 34 mag zijn. Nee, maar serieus. Ja, ik vind het ook, want dan kan ik namelijk gewoon Marston gebruiken en dan sweep ik de hele cut camera up. Ja, laten we dat maar doen, want dit is niet leuk. Oké. Okay. Ja, even voor de mensen thuis. Voor deze aflevering ging ik eventjes de rest van de level caps opzoeken. En toen werd ik ook al zwaar pijn gedaan aan mijn ogen dat de level cap van gym 7 hoger is dan die van gym 8. Dus die heb ik ook al een beetje zelf veranderd. Ja, precies. Ja, kijk, weet je, het is ook niet leuk als je doodgaat door de level cap, zeg maar. Mm-hmm. Want dan mag je hem natuurlijk wel... Kak. Dan mag je hem natuurlijk wel meenemen, maar dan mag je hem niet in gym battle gebruiken. Ja, dat is heel naar. Yeah. Wow, dat was gewoon bijna een mooie KO. Nee, niet bulk-up. Ik wil alleen eventjes zo... Bam, healing. Nog meer Pokémon in. Hou op met me. Jezus, wat veel damage dit beest. Kun je die Golbat niet makkelijk sweepen met Marstomp dan? Nou, Marstomp heeft best wel veel damage al getaken. Oh, echt hoor, ik ga nu tegen iedereen vechten. Per ongeluk wel, maar alsnog is het wel kut. Hearthstone. Yo, die had ik al een keer eerder gehad trouwens. Ben je niet naar het Pokécenter gelopen dan, voor die battle? Niet voor deze battle, nee. Omdat ik had maar klein beetje... Nee, ik heb hem gewoon geheeld met potions. Oh, ja, maar dat kost potions. Ja, yo, revive, ja, heel nice. Die mag ik dus niet gebruiken. Ik doe even speed up totdat ik weer terug ben bij de bovenkant van de berg. Daar boven op de berg. Boop. Ging lastiger dan gedacht. Met speeder. Daarboven op de berg. Dat is van zo'n liedje. Dat klopt, ja. Oh, kut. Nice. Dat was Pokémon nummer 2. En moet je... Hier is er ook nog een goosje. Moet je die verslaan? Ja. Oké. Oh, hij heeft Rock Smash. Hij heeft Rock Smash. En wat was zijn eerste Pokémon? Weet ik veel. Oké. Nummel of zo? Oké, dat kan. Dan hoop ik dat hij een ground type heeft. Oh, Koffie. Ook goed. Alhoewel, dat zeg ik wel. Goed.
Ik ben Lucario verloren. Het enige goede nieuws is dat Mytiana een revive had. Oh, oké. Okay. Wacht, Mytiana had een revive? Ja. Oh, want die ging ook dood, maar die ben je dus niet verloren uit. Ja, zo. Oké, okay, Koffie maakt zichzelf een kant, zoals het hoort. Nummel. Ja, die is ook ground. Okay. Archie, je vuile bitch. Dit wordt nog wel een dingetje hoor. Oeh, je kan eigenlijk een nieuwe Pokémon vangen. Wat? Oh, ja, gaan we dat doen voor de game? Ja. Oh ja, ja, voor jou moet het haast wel. Nou, ik heb nog heel veel Pokémon in de box, hè. Oh, oké. Okay. Nee, ik zit meer te denken van... ja, we kunnen het ook later doen. Ik heb ook geen honey op het moment, dus... Nou, dat is naar... Avoid it, nee! Jawel. Ja, ik ben wel een beetje klaar met hunten, namelijk naar die... Zubat, man. Dus... Ja... Ik ben nooit klaar met hunten. Oké. Okay. Heal my pocket monsters! Ja, doe de mijne ook meteen. Nee. Dat is niet lief. Dat klopt. Doe ik zo lief tegen je, hè, in het intro momentje en dan. Lucario is Saint Germain gone. Nee. Dat is wel mooi, want nu verschillen onze teams weer wat meer. Dat is waar. Sorry, dat is heel gemeen van me. Fighting and het is al daar. Oké, okay, ik ga bijna dood. Nee, grapje. Ik zit wel eventjes. Ja. Ik heb alleen maar flying Pokémon. What the fuck? Kunnen in ieder geval niet door ground moves geïnt worden. Hihi. Dat is waar. Archie's eerste Pokémon is sowieso geen Fire-type, toch? Je moet deze deed je samen, hè? Je moet tegen Maxie. Nee, dat was die. Ja, dat bedoel ik. Maxie. Kijk, ik heb echt allemaal flying Pokémon. Of allemaal Pokémon weak tegen... hoe heet het? Tegen Fire. Ja, Jack en Torch niet, maar... Torch is low level. Wat ik kan doen... Want... Ja, ik moet Torch wel even wat levelen. Want anders dan ga ik het echt niet halen, vrees ik. Ga ik hem tot level 30. Yo, komt het vliegtuig over. We worden gebombardeerd, denk ik. Featuring bombardeer. Boy, ik ben wel een beetje bang. Ik ben echt bang dat ik een Pokémon ga verliezen. Kan gebeuren. Nou, liever niet. Nee, liever niet. Dat klopt. Ik weet ook zijn team niet meer. Hou op met praten, ik wil gewoon snel deze battle over is, want ik ben bang. Voor verliezen van de Pokémon eens. Wel een coole soundtrack trouwens, wel een coole soundtrack. Omdat dat ik nee qua je heb, want dan gaan we een team dood maken. Mytiana, oké, okay, dat is fijn dat dat zijn lead is. Ergens. Ja, dan moet ik wel switchen. Maar heb ik... Intimidate. Werkt Intimidate ook als ik switch?
Ja, volgens mij wel. Hm. Oh, van, ja, als het goed is wel, toch? Of niet? Je weet ja, nu... dat denk ik ook wel, hoor. Maar... denk ik. Ja, maar ik kan wel tegen hem zeggen, pas op, het is een enge Mighty Anna. Een intimiderende... Niet een enge Mighty Anna. Ik heb wel één voel hier. Maar wil ik die nu inzetten, is de vraag. Voor confusion. Ben ik wel hoog attack? Missie niet nog een keer Swagger doet. En ik ben denk ik wel eerder. Dus weet je, ik ga het gewoon doen. Scary face. Oké, nu ben ik misschien niet meer eerder. Voorspalm. Nog een keer Swagger. Ja, yes, als ik daar mezelf had gehit, dan was ik sowieso dood geweest. Mm. Maar ik ben nog steeds confused, dus ik mag niet te hard juichen. Maar, zijn camera komt in. Dat ga ik sowieso niet doen met effort uit, dus dat is op zich mooi. Het nadeel is, die camera, die is natuurlijk ook ground. Dus ik kan wel torch gebruiken en dan magnitude of earth power doen. Maar hij is ook super effective voor mij. Heel even iets opzoeken hoor. Kan ik misschien beter Jack doen? Jack kan fake out. Dat gaan we sowieso eerst doen. Dat doet echt geen hol waarschijnlijk, maar doe je. Gratis turn dus. Oh, dat is zo spannend. Oh, en die guy is ook fucking hoog level. Fake out. Ja, dat doet niks. Oké, bulk up. Ik ga... Jongens, dit is nooit eerder vertoonde beelden. Ik ga setupen. Doe eens even normaal zijn handen. Oh, nee! Oh, dat je zo wilt winnen. Ik ga niet winnen op deze manier hoor. Jawel. Sander, jij bent toch een Pokémon meester? Ik ga iets proberen. Hij kan me niet hitten met ground type moves. En fire is weakened. En ik kan roosten. Ik kan hem supersonicen. Moet hij niet missen. Oké. Misschien ga ik dit wel winnen zonder devs. Ik zou je het gunnen. Oké, ik kan nu twee dingen doen. Hoeveel superpotions heb ik? Ja, ik ga Jack langzaamaan healen. Denk ik. Misschien moet ik gewoon voor de damage gaan. Oké, ja, dood. Doei, tornado. Niet tornado. Ik zei toch dat ik Jack moest healen? Freak. Oh, ik kan best wel goed wipen hier. Wel nee, jij was een goede Pokémon nog. Oké, wie is niet weak tegen fire en ground? Never mind. Als Jack doodgaat, hè? Als Jack doodgaat. Oh, en mijn defense is niet meer geraced. Want mijn bulk-up werkt niet, want ik ben geswitcht. Oké, maar hij is wel nog steeds confused natuurlijk. Fuck. Ik had Jack moeten levelen. Ja, ik kan wel healen, maar hij gaat me sowieso killen. Ja, of ik moet hopen voor de confusion, maar ja. Als jullie zien, snap die out.
denk dat ik gewoon... Wacht. Oh, ik had fake out kunnen doen toen ik inswitcht. Oh nee, dat werkt niet als je switcht. Zou ik eerste zijn? Nee, nooit. Alhoewel, misschien. Oeh, dat is lastig. Misschien dat ik eerste ben. Ja, wat moet ik hier nog tegen doen? Milan, help! Ja, ik heb geen idee. Gewoon een aanval doen of healen. Ik zou sowieso eerst healen. Ja, dan ga ik waarschijnlijk dood. Je hebt ook alleen maar super potions. Ja. Ah, ja. Ik wist het. Ja, dan ben ik dood. Ik ga wipen. Deze heeft wel een revive volgens mij. Oh, ik ga zo hard wipen. Hij heeft ook gewoon rockslide. Als hij geen rockslide had gehad, dan was er niks aan de hand geweest. Ik had ook... Ja. Ik ben wel eerst. Ik kan Lichy doen. In de hoop dat ik zo min mogelijk Pokémon verlies. Oh, nu ga je cursen. Na alle goede Pokémon van mijn team dood te maken. Dat is ook trouwens niet heel positief. Oh, en hier komt trouwens ook nog een Pokémon na voor de mensen... Kut. Ja, oké. Okay, oh, hij doet nog een keer curse. Ze zien, is hij nu out of earth powers. Dat zou wel kunnen, ja. Kut, sorry. Cool, bad. Weet jij dat? Of mijn Leskenboel revive had trouwens? Ja, die heeft een revive. Oké. Okay. Maar ja, ik ben wel Jack en Tornado verloren. Tuurlijk hit ik mezelf, ja. Oké, ik heb ergens een semi-klein beetje goed nieuws. Er is maar één trainer die je moet doen voor de gymleader. Oké, nee, dat had ik eerder moeten weten. Ik moet wel laaf bloemen, dat doet dus niks. Nou, dat was Swablu blijkbaar. Hoezo ben je Swablu verloren? Geen idee. Hij is flying. Ik moet dit wel. Ja, ik moet dit wel. Voortzetten. Nou, ik moet laaf bloem doen. Oké, ik ben dood. Of ja, Toortje is dood bedoel ik. Ja, hij leeft nog. Dat is een wonder.
Oh, ik heb nog wel één super potion. Oké. Nou, jongens. Ah, oh, Swablu wou ik inzetten in de volgende cage match. Hmm. Oh, ik ben dood. Oh, weer niet. Oké. Nou, dat is fijn. Dat is fijn. Daar niet van, maar... Ergens is het leuk dat er wat moeilijkere battles in zitten, maar het is wel kut voor je team. Nou, kijk, weet je... Kijk... Ik had ook gewoon kunnen levelen. Dit was wel een beetje mijn eigen fout. Ik had kunnen levelen. Maar... Ja, ik wil ook niet boven die level cap zitten, want dat zou ook heel naar zijn, weet je? Ja, want de level cap die we nu hebben bedacht is 34, toch? Ja. Hmm. Maar ja, als ik was bang als ik iedereen tot level 32 dat ik dan... Ik was ervan in de veronderstelling dat je ook alle battles in de gym moest doen. Sander. Ja. Ik heb Zubat hetzelfde genoemd als mijn Wingull. Wat een... Wauw. Handig. Dat wordt niet verwarrend of zo, hè? Nee. Ik moet Machop sowieso ook nog een naamwijziging doen, dus. Want, Machop? Omdat ik die geen naam had gegeven. Oh, net als ik bij Zubat had gedaan. Ja. Ergens heb ik zoiets van... Ik moet hier eigenlijk wel een nieuwe Pokémon hebben. Ja, het kut is, ik heb geen Acrobike en... Oh, daar heb je Acrobike voor nodig? Nee, niet per se. Jij zou dat nu kunnen doen, maar als je terug wil, als je geheeld hebt, dan wel. Nee! Nee! Hoe dan? Hij is level 22. Waar de fuck staat er nou weer op? Dit is... hier kan ik slecht tegen, man. Tegen zo'n bullshit dev. Featuring Xander Salt. Ja, featuring Xander Salt indeed. Featuring Xander Salt. Ja. Ik ga nog meer ground weaknesses toevoegen trouwens. Ground fire weaknesses, want dat is leuk. Oh, maar dit is flying, dus dat is geen ground weakness. En geen fire weakness. Nou, woehoe, ik had ook geen fire weakness met my Tiana die TM's had gehad. Of Hariyama bedoel ik. Item take. Oké, zullen we de aflevering beëindigen? Ja, laten we dat maar doen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende keer geen Sander en Milan Salt meer. Adios, amigo.